Ik zit me toch niet alleen te ergeren? Nee, jullie ook. Ik weet het zeker. Aan dat hele vervelende tijdrekken. Dat tijdrekken dat alsmaar het voetbal meer en meer bederft. Elke wedstrijd zit ik me gewoon kwaad te maken, te streven, te schelden tegen het toestel. Waar zit ik nou soms minutenlang naar te kijken? Naar alleen maar vervelend tijdrekken. Dan is er weer iemand die moet ingooien en die gooit dan die bal weer neer. En dan komt er weer een ander en die komt op zijn gemakje aangelopen. En er gebeurt de hele tijd niks. En dan gaat hij eens eventjes rustig met die bal in zijn nek eens even heen en weer kijken waar hij hem heen zal gooien. Jongen. En dan bij zo'n zogenaamde blessure en rollen en doen en gillen en schreeuwen. En dat duurt dan weer minuten, weet je wel. Vooral Italianen, Spanjaarden, weet ik wel, die zijn daar heel bedreven in. En iedereen maar wachten. En dan komt er nog een verzorger, dan gaan we nog eens even kijken. En die klok die tikt maar door en tikt maar door. En die minuten die komen er nooit bij, hè? Nee, nooit. Moet je maar eens opletten. Soms dan ligt het gewoon 3-4 minuten stil en die 3-4 minuten komen er aan het eind nooit bij. En zo'n wedstrijd die verliest dan zijn momentum voor een ploeg en dan is het gewoon helemaal niet meer leuk om naar te kijken. Wat denk je van een keeper? Er wordt een bal overgeschoten of naastgekopt of weet ik veel wat. En dan moet je eens opletten hoe lang het duurt voordat een tijdrekkende keeper een keer heeft uitgetrapt. Ja, en dan krijgt hij geel, kan hem wat schelen. Maakt daar niks uit. Nee. Dus vrienden, daar zijn we toch ontzettend klaar mee. Daar moet toch gewoon heel snel een eind aan komen. Basketbal heeft al lang zuivere speeltijd. En waarom het voetbal dan niet? De meeste wedstrijden hebben aan zuivere speeltijd maar 58 of 57 minuten, zoiets. En sommige wedstrijden nog minder. Het is maar 48 of 49 minuten. Hey. Dus dan wordt het toch de allerhoogste tijd om er wat aan te doen. Aan zo'n tergend trage hoekschop bijvoorbeeld. Dan loopt hij met de bal onder zijn arm naar de hoekvlag. En dan gaan we die bal eens even rustig neerleggen daar in dat halve rondje. En het duurt maar, en het duurt maar, en het duurt maar. Hey, zet de gozer aan een tafeltje daar naast het veld en die doet poep. En die drukt op de knop. En de klok staat stil. En gaat die hoekschop genomen worden. En poep. De klok loopt weer. Zo simpel kan het toch zijn? Zo moeten we het gaan aanpakken. En wat denk je van dat hele vervelende wisselen? En de ene wissel en de andere wissel. En dan staan we soms maar minutenlang met allemaal spelers langs de lijn. En er gebeurt helemaal geen ene moer. En zo ben je maar aan het tijdrekken en tijdrekken. En we doen er niks aan. Gewoon, gozertje drukt op de knop. Hop. En we wachten tot de spelers allemaal klaar zijn. Bal rolt weer. Hap. En de klok gaat ook weer. Zo moeten we het gaan doen. En dan maken we de wedstrijd gewoon wat korter. 35 minuten per speelhelft of zo. Niks aan de hand. Gewoon doen. Want dan hebben al die acties die ik net noem. Bij zo'n ingooi. En bij die uittrap van die keeper. En bij blessures. En bij het wisselen. En dan gaan ze allemaal door. Die hebben allemaal geen zin meer. Nee. Want je loopt de tijd rekken voor niks, want er valt geen tijd te rekken. Want we spelen alleen maar zuivere speeltijd. Jongen, alsjeblieft. Doe mij een lol. FIFA, UEFA, weet ik wel wie hierover gaan. Geef ons zuivere speeltijd.